Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van De Beert. Campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry soon disappears. When we are together, together in our motorhome, the beard. Meezingen? Meezingen? Meezingen, met z'n allen. Geef mij maar alle dagen zon. Hey, viva España! España. Niet? Is dat? Nou, nee. Ik zie geen zon. Dus het is ook inderdaad zitten. Helemaal niet alle dagen zon. Met je viva Spanje. Nee hoor. We zitten er nog steeds zo. Het is weer zover. We hebben weer een regenachtige dag. Vanaf vanmiddag al, geloof ik, 11:30 of zo, doet het niets anders. Nou, dat lieg ik. Nee, toen begon het wat te miseren, maar de rest van de dag regende het. Regen. Maar goed. Grijs. Maar goed, het is niet anders. Maar je ziet het, hè. Dit is niet overal, het is niet altijd dat bij ons ook alleen maar de zon schijnt. Nee, de zon kan, er zit nu in Nederland, dus hij kan niet. Ik geloof dat er morgen zelfs 30 graden in Nederland wordt. Moet niet gekker worden. Morgen met gierende banden terug. Nee hoor. Echt niet. We hebben zo de Hannest, zeggen we dan maar. Maar wij staan momenteel wel lekker op een betaalde camperplaats. Een prima plek. Ga ik natuurlijk zo even wat meer van laten zien. Rommel zit nu toevallig net weer eventjes, koekoek, zit hier binnen. Maar de jeugd zit eigenlijk de hele dag al, ja, wij kijken erop uit, ik ga het zo aan jullie ook laten zien. Daar onder de overkapping, want we hebben hier even lekker wifi voor de kids. En nou, die zitten al de hele dag met dankbaar gebruik te maken van die wifi. Ja. En wij gaan weer even dankbaar gebruik maken van de douches die hier worden aangeboden. We staan over... Sorry. Ja, ik rijd ervan van dat slechte weer. Ja. Begint de gesolomier alweer. Begint het alweer. Maar wij staan momenteel in het plaatsje Alquerio. We hebben er nog niks van gezien. Dus ik kan je er ook nog niks over vertellen. Want we zitten de hele middag al in de camp. Of nou, niet in de camp, maar in de regen. Dus we hebben nog niet veel ondernomen. Nee, het is niet echt weer om gezellig even een wandeling te maken. Nee, maar goed, dit soort dagen zijn ook goed. Want dan kan ik alle tijd nemen om de video's voor jullie te editen. En de jongens, de Ron is even bezig met een spelletje aan het downloaden. Ja. En ik heb het net allemaal al gezegd. De jeugd zit even lekker onder de afkapping. Ik hoop dat het straks nog een beetje opklaart. Geloof om, een uur of? Nou, nee, het schuift alleen maar op. Sorry, maar dat is slecht. Dus beloof maar helemaal niks. Het is opgeschoven naar 11:15 s'avonds. Dus. Niet boos worden. Het is niet anders. Ja. Het is maar alleen vandaag. Dus ja, haal daar het positieve maar uit. Het is alleen vandaag. Ja. Morgen kunnen we. Morgen dan, als het goed is, weer een droge dag. Ja, nou, maar morgen gaan we weer weg. Nou, dan gaan we morgen maar niet weg. Als het zo uitkomt. Nou goed, het ligt hier wel een hele mooie, voor ons zo nu om te zien lijkt het een grote kathedraal. Ja. Beetje jammer, de originele bellen, de klokken, die luiden niet. Maar er staat gewoon een of ander digitaal bandje, wordt er iedere keer afgespeeld om het een half uur. En nou, het lijkt wel of je op het treinstation staat. Ja. Ik ga het vast nog in beeld kunnen brengen allemaal voor jullie. We gaan het gewoon allemaal weer meemaken wat deze vlog maar brengen. Maar vooralsnog de eerste vijf, nee, wat zie ik, 3 minuten dat ik zit, ouwehoer, nog niet veel. Hoop dat er nog wat wordt, zal best wel. De loungehoek, hè? Of kantoor van Roman nu. Is je spel al gedownload? Bijna. En op de achtergrond natuurlijk. Die mooie kerk.
En dan moet je nagaan dat volgens de eigenaar het hier in de winterperiode barstensvol staat. Maar nu gelukkig niet, dus was de plek voor ons. Zullen we gelijk daar eens even kijken, want de hond is lekker aan het douchen. Kijk eens, een lekkere, schone, frisse man. Ja. Lekker gedoucht, jongen. Hij zei het net. Oh, dat was wel even lekker weer. Lekker opgefrist. Nou, mensen kunnen dus gelijk even het sanitair zien. Prima. Niks mis mee. Hè? Nou ja, het toilet geloven we wel, hè. Goed om die arm, hè. Dat hij zo acuut stopt. Volgens mij is het 10 uur. Jo, was het niet duidelijk genoeg? Jongen. Inmiddels zijn we weer vertrokken vanuit het stadje. Het stadje stelde zelf niet zo heel veel voor. De camperplaats was prima voor een nachtje. Ja, het is goed geregeld. Keurig. En we zijn nu onderweg naar een ander dorpje waar een heel mooi klooster moet liggen. Dus daar zijn we wel weer heel benieuwd naar. We konden net al zien liggen op deze weg, want we zijn er bijna nog 3 minuutjes rijden. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En we gaan het jullie zeker laten zien in deze vlog. Nou, we staan inmiddels en ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen, we zijn aangenaam verrast. We hadden in de recensies wel gelezen dat het een plek is bestaande uit zand en stenen. Dus ja, met slecht weer is het wat minder plek. Maar wel goed vlak. Mooi uitzicht op de bergen en groen. Achter ons ligt die prachtige, dat prachtige klooster. Het dorpje zag er al gezellig uit toen we er doorheen kwamen rijden, of niet, Rowan? Ja, ja, super mooi. Ja. We zijn, net wat ik zeg, we zijn eigenlijk aangenaam verrast. We zullen het jullie ook even een beetje gaan laten zien. Het is niet heel veel bijzonders, maar wel een plekje met servers om te leggen, lozen, etc. Dus ik ga het even laten zien. We staan prima langs de kant zo. Nou, daar ligt een parkje. Kan de jeugd eventueel zich vanavond even terugtrekken. Nederlandse buren. En kijk eens, prima uitzicht op de bergen. En als ik even doordraai. Ja, we kijken nu tegen een lelijk gebouw aan, maar daarachter ligt dat prachtige klooster. We gaan even het surfspurt laten zien, hè? Zoals we inmiddels gewend zijn in Spanje, lag er wel redelijk wat hondenkak. Maar goed, dat hebben we zelf maar eventjes een beetje weggeschept. We staan dus daar langs de rand van het hek. En ik denk dat hier ook met regelmatig hondjes worden uitgelaten. Maar ik zal de camera even draaien, want we lopen ook gelijk naar het surfpunt toe. En dat is eigenlijk prima verzorgd. Om je toilet te legen. Even het putje omhoog tillen en dan kun je je toilet leeg gooien. Het grijze water. En hier is een kraan. Voor water. Voor gewoon schoon water te tanken. Serviceplek voor de campers. Goed geregeld. Ik heb het water al even geproefd, want dat doe ik altijd wel even van tevoren. Er zit ook geen chloor weer in, dus dat is ook wel weer fijn. Dus prima. Het is 4 uur en om 4 uur gaat het klooster weer open voor bezoeken. Dus we zijn onderweg naar het klooster. Het Simatklooster was tussen de 13e en de 16e eeuw het spirituele centrum van het Valenciaanse volk.
De monniken, afkomstig uit Cluny, Frankrijk, staan aan de basis van dit culturele complex van onschatbare waarde. Maar weinig gewaardeerd door de Valenciaanse politieke leiders. Totdat in 1991 alles begon te veranderen. Maar ze waren een beetje laat. Er was al veel schade aangericht. Er moest €1 miljoen worden betaald om het klooster terug te krijgen. Het klooster moest van een particulier worden gekocht.
prachtig stukje hier, zeg. Immens groot geweest, dat klooster. Nou, in ieder geval. Het is, ja, ja, maar ook zo mooi. En wat ik dan weer zo leuk vind, we hebben al meer van dit soort dingen bezocht. Maar dit is gewoon weer volledig gratis, hè? Ja. Gewoon vrij te bezoeken. Dat verbaast mij, zeg ik wel eerlijk. Ja, het verbaast me ook, want we hebben al veel van dit soort dingen gezien waar je toch wel iets intree moest betalen. Ja. Dus ja, dat maakt het dan eigenlijk alweer des te leuker. Dat het inderdaad ook dat de gemeente het je gewoon aanbiedt. Hè? Ja. Maar het is een bezoekje waard. Absoluut, prachtig. Nou jongens, dus van het ene uiterste in het andere uiterste, hè? Ja. Ja. Zo begonnen we deze video met regen.
En zo is het een dag met 32 graden. Warm. Ja, het is heel warm. Ja. Het is echt flink broeierig nou. Dus we hebben een dagje niks doen. Ja. Daarentegen was ons bezoek aan het klooster echt fantastisch leuk. Het was echt heel leuk. Leuk. Ja, hè? Een foto was gedacht inderdaad. Ja, ook dat. En we hebben weer wat geleerd, want er lag nog een klein museum bij. Want welke film is hier nou opgenomen? Kuifje. Kuifje. Wisten we helemaal niks van. Maar dat stond daar dus nog aangegeven met de nodige informatie en wat geschiedenis van het klooster. En ook daar heb ik een paar beelden van gemaakt. En die gaan we nu nog eventjes tussen zetten voor jullie. Ja. Ja. Achtergrond is er overduidelijk iemand kampioen geworden. En wij hebben alweer wederom een warme dag te pakken. Gisteren ook was een warme dag zoals we al zeiden. En nu vandaag eigenlijk weer. We zijn gisterenmiddag nog wel eventjes door het dorpje heen gelopen een beetje. Langs de stadsvijver heen. Waar we nu trouwens ook wel langs lopen. Het terrasje op de achtergrond was gisteravond helemaal vol. En dan zie je echt weer die gezellige Spaanse mentaliteit. Dat zeiden Ingrid en ik al vaker tegen elkaar. Ja, wat we ook tegen elkaar zeiden was, je kunt vaak wel zien waar de Spanjaarden hun geld aan uitgeven. En dat is aan het leven op zich, de gezelligheid, hè, waar wij ook helemaal voor zijn. En dan laten ze soms de materie wat meer voor wat het is. En dat zie je dan weer vaak terug in de eenvoud van de huisjes, zoals je ook weer aan dat huis ziet. Hè. Ja. Dat is dan weer duidelijk te zien. Dat geeft niks. Maar die Spaanse gezelligheid, ik denk dat wij daar vanavond ook nog maar eens eventjes gebruik van gaan maken. Misschien dat we even lekker een terrasje gaan pakken met deze warmte. Maar ik ga nu eerst jullie nog even wat laatste beelden ertussen zetten van gisterenmiddag. Door het dorpje zelf, langs die stadsvijver. En we zijn nog even langs het kapelletje gegaan. En de prachtige omgeving waar wij gaan staan. En deze mooie vallei. Thank you.
Nou, en terwijl Ingrid op de achtergrond ons weer lekker voorziet van een broodje, hetzij gebakken, hetzij gekookt ei, gaan wij deze video met jullie afsluiten. En zoals we zeiden, het was eigenlijk een verrassend leuk plekje dit. Het dorpje kent niet echt een druk centrum, maar nogmaals, dat klooster was prachtig. Het uitzicht is prachtig op de bergen. Het plekje was prima. Met alle gemakken van dien. De wilde zwijnen waren spannend. Ja, we hebben gisteravond nog wilde zwijnen gezien inderdaad, ja. Ik heb ze niet op beeld kunnen brengen. Maar je hoorde ze wel. We hoorden ze heel goed, ja. En Vince zag er eentje in zijn ooghoeken, zag die oversteken. Ja. En toen pakte ik de camera erbij, want we hadden ze de avond ervoor al gehoord, hè, samen met Inge toen we Rico uit gingen laten. En normaliter ben ik gewend dat ze in Nederland weggaan. Nee hoor, ze bleven op 1,5 meter afstand bleven ze staan en grommen. Ze wilden ons echt weg hebben, hè? Hier mij mijn telefoon nog aangeven. Ik moet jou... Nou, hier het kookwekkertje. Eierwekkertje. Alsjeblieft. Dus ja, dat was even spannend. Ja. Deon vond het ook even spannend, want hij had nog nooit eerder echt... Of ja, jullie hebben eigenlijk helemaal echt eerder zo dichtbij wilde zwijnen gezien. Ik heb ze helaas niet in beeld kunnen krijgen. Maar... Zie je hem? Ja. Ik zie hem niet, maar... Er stak er een kleine. Ja, moet je uitkijken. Als de, ja, het, is, als de, het is wel ons aan. Hè. Als de jongen bij zijn, moet je opletten voor de beren. Ja. Ja, wij hoorden ze ook al. Ze staken hier over. Hoorde je hem? Ja, hoorde je hem. Zo hoorde je hem. Poeh. We schrokken er allemaal van. Of schrokken. Kort bij. Ja, hij was heel kort bij. Ja, Rico die ja, zag hem. Ik zag hem. Ik zag het eentje oversteken. Er is een hele kleine stak hierover. Oh, hoor hem vrommen. Ja, kijk uit, hè. Zit er niet van achter die boom? Waar is de zaklamp? Hoor hem grommen? Ja, kijk uit. Ik heb een steen vast. Even dat er eentje komt. Ik zie hem. Zie je hem? Zit spannend was het. En zo kort bij de mensen ook. Dat viel me dan ook nog wel op. Dat had ik niet gedacht. Want het was druk. Was een voetbalwedstrijd gewonnen. Er werd ook een voetbalwedstrijd ook weer gespeeld, Vince, op televisie. Was dat Champions League? Ja. De Champions League was er. Dus worden ook een paar keer over gejuicht als er een doelpunt was gescoord. Dus het was echt serieus druk daar die avond. En toch in de buurt wilde zwijn. Nou, hoe het ook zijn. Deze wilde zwijnen gaan zo eten. Want we hebben een trek. En dan gaan we naar het volgende plekje gaan we toe. En we hebben even getwijfeld over Valencia, maar dat gaan we niet doen. We hebben ons even ingelezen. We weten allemaal dat Valencia een enorm drukke stad is. Lastig te parkeren. Het zou kunnen. En dan moeten we er een dag van maken, maar dan komen we met een volgend probleem. En dat is iets wat we absoluut niet willen. Dan moeten we namelijk Rico de hele dag alleen laten in de camper. En met de Spaanse temperaturen die we op dit moment weer hebben, gaan we dat niet doen. Dat gaan we niet doen. Dus we hebben gezegd van... Weet je, deze reis dan maar even niet. We gaan er nu aan voorbij. We gaan een klein stukje eraan voorbij. Er zou nog weer een leuke, prima camperplek liggen. Dus dat gaan we allemaal weer zien. En jullie ook in de volgende video. Vond je deze leuk? Geef het bekende duimpje. Bedankt voor het kijken naar deze. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. Leuke reacties en welkom. En ja. Deon, waar is je belletje? Pak hem even gauw, want iemand vroeg dat laatst. Ik mis Deon zijn belletje. Hij gaat hem gauw pakken. Waar is je belletje? Waar is het belletje? Ik hoor hem op de achtergrond. Klik op het belletje als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan blijf je op de hoogte van al onze video's. Want dan krijg je een notificatie zodra wij weer een nieuwe video uploaden. Iedere woensdagavond en zondagavond om 7 uur. Heel graag tot de volgende. Hoi hoi. When we are together in our motorhome, the beer.